Na zeggen van minister Krishna Kumari Mathura van Defensie zijn de ex-militairen tot nog toe tevreden met de uitgevoerde actiepunten. Nu wordt er gewerkt aan de lotsverbetering van deze doelgroep door onder andere hun toelagen te verhogen en hun basiskaarten af te handelen. Ook de gesprekken met PCS zijn we bezig uit te voeren om te kijken hoe hun begeleiding om uit die posttraumatisch stresssyndroom te geraken uit te voeren. Dus dat is een ongoing project. Ik heb geen klachten gehad dat ze ontevreden zijn. Integendeel heb ik juist begrepen dat men blij is met de aanpak. Het ministerie zal ook gesprekken voeren met oud-strijders. Personen die in trisverband hun bijdrage hebben geleverd. Wat de oud-strijders betreft, dat zijn de mensen die in trisverband hebben hun bijdrage hebben geleverd. Daar zijn er weinig mensen. Daar ben ik bezig een gesprek te arrangeren op niet al te lange termijn met ze om te praten. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie. Aan de tegemoetkoming van oud-strijders en ex-militairen wordt nog steeds gewerkt.